In dit programma werken we naar een menswaardige samenleving waarin ook het belang van de ander verankerd is in de economie. En dat draait eigenlijk om een betere verdeling en balans van welvaart en welzijn. Een nieuw sociaal contract met elkaar. En menswaardig is dan wanneer de bloei van mensen wordt ondersteund door de economie. En de Goldsmeding Foundation richt zich hierom op de ontwikkeling van menswaardig leiderschap, van verantwoorde organisaties en systemen en een passende taal- en publiek debat richting die samenleving. Vandaag neem ik u mee in een project dat gaat over die verantwoorde organisaties en hoe zij zich committeren aan het belang van anderen. Want ook ondernemingen dragen een verantwoordelijkheid voor een nieuwe balans tussen nemen en geven. Het project heet Agape in bedrijven. Agape is Grieks. Het is een vorm van liefde en wordt omschreven als de gerichtheid op de bloei en het welzijn van anderen, wat begint bij de behoeftes en belangen van die ander. En Agape vereist ook concrete actie. Twee ondernemers spreek ik vandaag die meewerkten aan een onderzoek van professor Harry Hummels. Hij is hoogleraar ethiek, organisaties en samenleving aan de Maastricht University en al vele jaren actief en deskundig op het gebied van maatschappelijk ondernemen en investeren. Wouter Fijnhout, welkom. Dag Suzanne. Je bent CEO van Maas voor de lekkerste thee en koffie op het werk, las ik op de website. Al meer dan 130 jaar. Voorheen een familiebedrijf, maar sinds een paar jaar in handen van een private equity investeerder. Ja. Klopt, welkom. Goedemiddag. Ja. En Shirley Schijvens, eigenaar en vijfde generatie leiding van familiebedrijf Schijvens Corporate Fashion. Al meer dan 150 jaar actief, ja, op het gebied van bedrijfskleding. Klopt. Shirley, wat dacht jij toen je voor het eerst Harry Hummels over Agape in bedrijven hoorde? Sowieso Harry Hummels vind ik een hele aardige man, dus dat kwam wel goed binnen. Agape is een Griekse term. Ik heb zelf op de middelbare school, was Grieks mijn leukste vak, dus dat sprak me wel aan. Alleen ik dacht wel in eerste instantie, oh, dat is soft, dat is soft. Maar dat is het eigenlijk niet. En toen ik me ging verdiepen, toen dacht ik, hey, dat is leuk. Er wordt gezien wat we eigenlijk aan het doen zijn, in ieder geval bij Schijvens. Dus mooi. Ik ben wel om. Nou, leuk, mooi. Nou, daar horen we zo meer over. Bij jullie beide bedrijven is sprake van die gerichtheid, hè, op het belang van anderen. En één, weliswaar heel verschillend, maar één bril waarmee je daarnaar kan kijken is die van normen en waarden van de organisatie en de bestuurders. Wouter, bij Maas, welke normen en waarden houden jullie nou hoog als het gaat om dit Agape? Nou, we willen eigenlijk alles wat we aanraken beter achterlaten dan toen we het vonden. En dat is begonnen met de familie die oprichter is van het bedrijf, maar wordt nu ook onder private equity eigendom gewoon voortgezet. En ik ben blij om te zien dat dat ook mogelijk wordt gemaakt door veel wetgeving die maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert, waardoor het ook niet meer uit mag maken wie de eigenaar is. En welke waarden in het bijzonder houden jullie daarbij hoog? Kun je daar iets over zeggen? Ik lag iets op de site over oprecht en betrokken. Oprecht, betrokken zijn kernwaarden die je in je moet hebben, denk ik, als je echt verder wil komen. Mm-hmm. Maar het belangrijkste is waar ik mee begon, dat je bij alles wat je doet, ieder project wat je oppakt, er gewoon voor zorgt dat je het beter achterlaat dan toen je het vond. Dat is de ultieme toetssteen voor alles wat we doen. Oké, dank je, mooi. En Shirley, hoe zit dat bij Schijvens? Welke waarden of normen verankeren jullie in je bedrijfsvoering? Nou, wij hebben onze leus is teamwork makes the dream work. En dan is het eigenlijk niet eens alleen ons eigen team. Maar we proberen heel erg naar de totale keten te kijken. Van de maker van kleding naar de drager van kleding. En ja, iedereen die dus daar onderdeel van uitmaakt, hoort er bij ons bij. En daar proberen we dus ieders belang naar boven te halen om te kijken, goh, ja, wat is jouw belang, wat is jouw belang, wat is ons belang? En als we het allemaal dezelfde kant in kunnen krijgen, ja, dan heb je natuurlijk een dream die werkt. Ja. Hey, en je vertelde mij ook een keer iets over het kernwaarde transparantie. Wat, ja. Kan je daar iets meer over zeggen? Nou ja, dat is het eigenlijk. Je hebt transparantie nodig, anders zul je elkaars belang niet goed leren doorgronden, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Zolang jij niet eerlijk bent over wat jouw belang is, wat het belang dan ook maar mag zijn, kan de ander niet weten hoe die daarop moet inspelen. Dus transparantie is key om ergens te komen met z'n allen. Ja, dus ook transparantie en eigenlijk radicaal eerlijk zijn over wat Absoluut. Je belangrijk vindt. Absoluut, ja. Dat moet. Ja. En ik weet dat jij Turks bent gaan leren om de medewerkers in jullie fabriek in Turkije beter te verstaan. Moet ik dat daar ook in
plaatsen, dat je ze dan beter kan verstaan? Precies. Uiteindelijk is communicatie natuurlijk een middel om elkaars belang te leren kennen. En als je elkaar dus niet kunt verstaan letterlijk, ja, dan is het heel moeilijk om te snappen wat iemand anders zou willen. Ja. Ja, dus mooi. Ja, ik ben er nog niet helemaal hoor. Ik ben nu 3 jaar bezig. Het is best moeilijk, maar ik doe mijn best. Ja, precies. Nou, ook een stuk toewijding als ik het zo hoor. Hey, en het vermogen eigenlijk, hè, om niet eerst aan jezelf te denken, maar om andermans belang als vertrekpunt te nemen, dat klinkt ook als onbaatzuchtigheid. En dat lijkt mij dan weer op gespannen voet staan met het maken van winst. Dus Wouter, zou jij zeggen dat je Maas stuurt vanuit onbaatzuchtigheid of zie je dat heel anders? Nou, het moet hand in hand gaan. Hè. Kijk, ik stuur Maas niet op onbaatzuchtigheid, want uiteindelijk moet er een economisch model zijn. Als er een economisch model is wat echt werkt, dan kun je ook het best voor de ander zijn. Ja. Dus ik denk dat het goed is om te streven naar een gezonde mix, want die blijft gewoon het langst. Ja, precies. Ja, ja. En als ik dan naar jouw bedrijf kijk, dan weet ik dat jullie ook in de waardeketen, bijvoorbeeld in Ethiopië, daar je best voor doen om daar een business case van te maken. Ja, we investeren zoveel mogelijk ter plekke, zodat de mensen ter plekke ook de meeste voordelen kunnen plukken van de samenwerking. Ja. Maar dat is wel gestoeld op een blijvend economisch model. In Ethiopië zorgen wij voor de selectie van de beste rode bessen. Deze kleur rood overigens, die de Ethiopische boeren ook daadwerkelijk bij zich dragen om de goede kleur bessen te selecteren. Oh, echt, ja. Nou, die leveren dan ook weer meer geld op. Maar doordat dat meer geld oplevert, kunnen wij de boeren weer meer betalen. Maar de hele keten is bereid uiteindelijk voor die vooruitgang zijn steentje bij te dragen. Hmm. Nou, dat is wel noodzakelijk om dat tenminste die 100 jaar waar meneer Goldschmeding het over had vol te houden. Ja, precies. Oké. Dus het is niet per se onbaatzuchtig. Het is eigenlijk baatzuchtig om het belang van die ander daarbij hoog te houden. Ik denk dat dat supergoed hand in hand gaat als je het goed in elkaar zet. Ja. En hoe leeft die onbaatzuchtigheid in jullie bedrijfsvoering, Shirley? Ik ben het er helemaal mee eens. Het heeft geen zin om verlies bijvoorbeeld te maken. Dus je zult met z'n allen wel ergens winst moeten maken, al is het maar een beetje. Weet je wel, ik hou niet van hele hoge winsten, eerlijk gezegd. Maar goed, iedereen moet zijn hoofd boven water houden, want dat is continuïteit van je totale keten, dus dat is noodzakelijk. Maar je kunt winst natuurlijk hebben, economische winst, dus letterlijk financiële winst. Maar je hebt ook winst in allerlei andere dingen, hè? Ontwikkeling of milieuwinst. Jezelf innoveren, maar bijvoorbeeld ook een beter product of een betere levertijd. Dat zijn ook allemaal winsten die je in je keten kunt halen, zonder dat dat per se financiële winst hoeft te zijn. En sterk nog, als je voor bij ons kijkt, het wegstrepen van een stukje winst wat we aan leefbaar loon hebben betaald aan de medewerkers in de keten, zorgt er wel voor dat er bijvoorbeeld veel minder ziekteverzuim in onze keten is, waardoor we bijvoorbeeld een beter product of betere levertijden halen. Dus dan lever je een stukje financiële winst in, maar krijg je een stukje levertijdwinst terug bijvoorbeeld. Dus dat leefbaar loon als een uiting van het belang van anderen hoog houden, dat levert je ook weer wat op eigenlijk met z'n allen. Bij ons wel, ja. Ja. Mooi, bevestiging van wat jij zei. Hey, bij AKP en bedrijven, jullie noemen het eigenlijk al, jullie leveranciers, de boeren, de mensen in de fabrieken, maar ook de transporteurs, de klanten, de andere relaties. Eigenlijk gaat het bij AKP en bedrijven over de relaties met al die stakeholders. Hè? En ook om wat je dan doet om het welzijn van die anderen daaraan bij te dragen. Maar AKP onderscheidt zich misschien wel het meest in werkelijk luisteren naar en denken vanuit die ander. Dat is nog niet vanzelfsprekend voor ons mensen. Dus ik ben zo benieuwd, Wouter, hoe geven jullie daaraan in jullie bedrijfsvoering vorm? Hoe doe je dat? Ja, toch door dat wel te doen. Je wel echt te verplaatsen en jezelf te dwingen je te verplaatsen in die ander. Als wij bijvoorbeeld mensen plaatsen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, wat een van onze speerpunten ook is, om weer reïntegratie te bespoedigen, dan kijken we heel consequent wat heeft deze persoon nodig. Hoe helpen we deze persoon verder op zijn levenspad en past dat bij de bedrijfsvoering van Maas? Als we zo'n match hebben, dan gaan we beginnen. Maar we beginnen niet vanuit wat heeft Maas op dit moment nodig. Dat is niet altijd makkelijk, hè? Want dat soort initiatieven leidt dan ook zo nu en dan tot een kostenverhoging of iets wat feitelijk niet in het directe belang van de bedrijfsvoering is. Maar het werkt alleen maar als je het doet vanuit het belang van die ander.
Als je het alleen maar vanuit je eigen belang doet, dan ontploft het. Ja. Vroeg of laat. Ja. En hoe kijk je dan naar de verkoop van jullie producten? Ik ben zelf gewend om met unique selling points, of hoe heet dat, te werken. Hoe doen jullie dat? Ja, dat hebben we verboden, eerlijk gezegd. Oh. Unique selling points. Wij denken alleen nog maar in unique buying reasons. Hè? Want als jij namelijk in buying reasons denkt, dan word je weer gedwongen om je te verplaatsen in die ander. Terwijl als je de hele dag praat over unique selling points, dan denk je vanuit jezelf. En het is heel grappig, hè? Ook de marketingafdeling bij ons, die komt echt met andere concepten als ze denken vanuit een buying reason, dan vanuit ik heb iets en ik ga het lekker naar binnen drukken. Dat laatste, daar zijn we niet zo'n fan meer van. Nou, dat klinkt bijna, ook in dat voorbeeld wat je aan het begin gaf, als een soort continu kijken waar de kans op wederzijdse waardecreatie zit. Maar toch nog even specifiek naar dat luisteren naar die ander, hè? Of denken vanuit die ander. Het is meer dan, we zetten de mens of de klant centraal. Het vraagt meer, hè? Kan jij daar iets over zeggen, hoe dat luisteren naar anderen in jullie bedrijf? Ik zal niet zeggen dat ik altijd per se goed luister, hoor, want ik ben natuurlijk ook gewoon een mens die af en toe misschien helemaal niet goed luistert. Maar wat denk ik belangrijk is, is dat je door blijft vragen. Steeds maar vragen stellen. Zolang je door blijft vragen, kom je uiteindelijk echt tot de kern bij iets of iemand of welk deel dan van de keten maar. En als je dat uiteindelijk allemaal naast elkaar zet, dus je hebt echt de kern te pakken, dan kun je zien op welke niveaus je allemaal kunt gaan helpen. Of helpen. Mm. Helpen klinkt meteen weer zo heel soft, maar Samenwerken, ja. Maar dat kost ontzettend veel tijd, ja, de hele tijd doorvragen. Oké. Ja, dat kost heel veel tijd en dat is soms ook heel vervelend. Maar uiteindelijk brengt het je zoveel meer. Ja. De energie die je er van tevoren, zal maar zeggen, instopt, brengt je de eerlijkheid, waardoor je dus echt, zeg maar, op het juiste niveau met elkaar aan het samenwerken bent. Geeft de ander ook natuurlijk het gevoel van, hey, er wordt echt naar mij geluisterd en er wordt iets mee gedaan. Mm-hmm. Dus dat is een win voor de hele keten. Ja, dan maar dus wat energie. Dat luisteren betekent soms doorvragen. Ja. En dat levert eigenlijk misschien ook die transparantie op waar je het aan het begin van had. Dat het helemaal open en eerlijk op tafel komt te liggen. Ja, en dat is soms best wel eens confronterend. Okay. Want wij hebben door doorvragen bijvoorbeeld ook gezien dat er ergens in onze keten een jongen van 14 zat te werken. Mm. Wat ik eigenlijk liever niet had willen zien natuurlijk. Nee. Maar ja, op dat moment moet je daar dus iets mee. En als je dan door gaat vragen, dan hoor je in één keer hele andere redenen waarom die jongen, die is kostwinnaar, weet je, die kun je niet zomaar uit die fabriek wegzetten. Die fabriek had een uitzendbureau ingehuurd, dus die wist het eigenlijk ook niet. Het uitzendbureau bleek verboden te zijn in het land Pakistan. Dus ik ben inmiddels met de ambassade ook bezig van waarom is dat verboden daar, weet je? Ja. Dus ja, en we hebben natuurlijk die jongen uit de fabriek gehaald en die hebben we doorbetaald en alles meer en die is naar school gegaan. Maar goed, ik had ook gewoon zo kunnen doen en denken, dit wil ik helemaal niet horen. Ja. Dat lost helemaal niks op. Brengt bij mij weer het woord toewijding omhoog. Als je dit werkelijk wilt leven, dan moet je bereid zijn. Omdat het je eigen keten is. Je hebt daar verantwoordelijkheid voor. Ja, voor het geheel. Ja. Mooi. Nou, je werkelijk wijden met je bedrijven aan het belang van anderen, dat is niet per se makkelijk. Zeker niet in het huidige economisch denkkader, zou ik willen zeggen, waar dat eigen belang of eigen succes ook nog wel prevaleert. Dus ik ben ook wel benieuwd, in het kader van radicale eerlijkheid, welke belemmeringen hebben jullie nou wel eens ervaren? Wouter, misschien kan jij er iets over zeggen. Dus wat maakte, misschien tot nu toe, dat agape ook moeilijk om te doen of te leven? Ik heb wel eens verstopte leidingen meegemaakt. En daarmee bedoel ik eigenlijk het volgende. Er gewoon een obstakel is in de uitvoering van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij social return, wat ik eerder benoemde als een speerpunt, is het niet altijd zo dat je daar direct voordelen van hebt. Employment costs kunnen omhoog gaan. Je hebt heel veel tijd en aandacht nodig om mensen die terugkeren in het arbeidsproces te begeleiden. Nou, dat leidt vaak tot een overstijging van de employment costs. En je moet ervoor zorgen dat je de leidingen openhoudt, een groene golf creëert. Dus je kan niet personeelszaken blijven afrekenen op employment costs als je zelf met je maatschappelijk verantwoord ondernemen agenda daar een kostenstijging in realiseert. Dus je moet opletten dat je wel een groene golf mogelijk maakt om ervoor te zorgen dat het niet ergens in de club stokt. En dan bedoel je in je interne bedrijfsprocessen waar de een op A stuurt en de ander op B en het dan niet blijkt samen te komen. Juist. Ja, oké. Dus dat gaat eigenlijk over waar stuur je op en is dat opgelijnd tussen alle stapjes in ieder geval in jullie beide bedrijfsvoering. Juist. Ja, oké. Helder. En bij Schijvense, Shirley, hoe is het daar gegaan met eventuele belemmeringen ten aanzien van dit commitment aan het welzijn van anderen? Nou ja, dat mensen het best wel eng vinden om eerlijk te zijn, dat merk je. Ook klanten hoor.
Die eigenlijk gewoon het liefste willen zeggen, ik wil de goedkoopste prijs. Maar ja, dat is ook moeilijk om te zeggen. Want dan zeg ik, maar het gaat ook wel om het milieu en dit en dat. Ja, daar moet je wel s'nachts mee slapen met het idee dat jij dan tegen mij zegt, joh, ik wil alleen de beste prijs. Maar ook dat is een eerlijk antwoord. Mm. Als je alleen de beste prijs wil, prima. En dan is het aan mij om te zeggen, dat kan ik wel of niet invullen. Mm. Snap je? Dus eerlijkheid kost wel even. Ik denk dat mensen moeten ervaren dat met het antwoord wat ze geven, dat ze dat het ook wel in goede handen is, zal maar zeggen. Dat ze durven eerlijk te zijn. Omdat ze misschien zien van uiteindelijk gaat het erom dat we allemaal elkaars belang kennen en invullen waar het mogelijk is. En als dat niet zo is, niet strookt ook goed, hè? Dan moet je met iemand anders gaan samenwerken. Ja. Kan ook een antwoord zijn. Dus jij zegt eigenlijk de belemmering die wij hebben ervaren is dat echt transparant en eerlijk zijn, dat niet altijd makkelijk is. En dat je daar met elkaar eigenlijk ook een beetje in moet groeien in de keten. Ja. Dat vertrouwd is en dat als iemand echt zegt wat hij wil, dat niet wordt afgekeurd, misschien wel afgewezen, maar niet afgekeurd. Precies. Ja. Nou ja, het woord vertrouwen is denk ik een heel goed woord hiervoor. Ja. Ja, ik was benieuwd of jullie eigen oriëntatie op winst maken je nog wel eens in de weg heeft gezeten. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Nou ja, kijk, eigenlijk nee. Soms wel eens op korte termijn, maar ik geloof echt dat deze agenda hand in hand gaat met winst maken op lange termijn. Mm-hmm. Ik ben overigens dus blij om te zien dat de overheid in tenders meer en meer punten geeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn als koffieleverancier ook veel bij de overheid betrokken en zien vaak dat er bijvoorbeeld 40% van de punten geallockeerd wordt naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijvoorbeeld 25% naar de prijs. Mm. Wat Shirley eerder noemde, als je natuurlijk je hele leven bezig blijft om zo goedkoop mogelijk in te kopen, komen we er dus niet. Dat moet meer in balans en die beweging zie ik gelukkig wel. Mm. Mooi. En hoe is het bij jou? Wij zijn een familiebedrijf. Dus ik heb eigenlijk alleen maar mijn broer om daar verantwoording aan af te leggen. En die is natuurlijk ook net zo MVO dan de rest van ons bedrijf. Dus zolang we geen verlies maken, zolang de bank tevreden is, zijn wij het ook. Ja. En je zei tegen mij ook nog wel eens, een gezonde winst is ook nodig om die keten op peil te houden. Ja, maar dan noem ik het ook echt gezond. Want ik vind wel echt wel dat er, ik kan zo geen voorbeeld noemen, maar er zullen echt ketens zijn waarbij de ene dus heel hoge winst maakt, dat de kosten gaat van de ander. Nou ja, kijk, de textielsector is denk ik een duidelijk voorbeeld. Ja. Ja, daar is het natuurlijk helemaal scheef. Dus dan is winst maken, vind ik echt een vies woord. Oké. Nou, tot slot ben ik ontzettend benieuwd waar jullie als ervaren ondernemers met dat commitment aan het belang van anderen, waar jullie nog een advies hebben of een oproep misschien voor andere ondernemers die dit horen en denken, zo had ik er nog niet naar gekeken, maar daar wil ik eigenlijk ook wel mee op pad. Shirley, heb jij een... Teamwork makes the dream work. Hè? Dat is het echt. Kijk gewoon naar je hele keten. Het is zo leuk om te doen met z'n allen. Samenwerking is echt hartstikke leuk. Buiten de grenzen van je eigen organisatie. Ja. Met z'n allen. Met z'n allen. En Wouter? Ja, vandaag beginnen. Hè? En niet wachten tot het perfect is. Gewoon beginnen. Oké, gewoon beginnen. Nou, dat is klare taal. Dank jullie wel voor dit gesprek over agape in bedrijven en een menswaardige samenleving. Wat mij betreft kan het belang van een ander hoog houden in een onderneming prima samengaan met een aantrekkelijke business case. Dank jullie wel. Ja.